In navolging van het district Nikeri is ook in Marowijne de derde fase van het telezuur glasvezelproject gelanceerd. Dit heugelijk feit vond op maandag 10 oktober 2022 plaats in het bauxietstadje Mungo. President Chandrika Prasad Santokhi was speciaal voor deze activiteit naar het oostelijk gelegen district afgereisd. Hij benadrukte dat betere telecommunicatie door verbeterd internet ook in Marowijne de ontwikkelingsmogelijkheden moet vergroten. Een bijzondere dag, ja. Ik heb het heel druk in Paramaribo. Ik heb nog even getwijfeld de afgelopen dagen. Maar Telesio zegt, nee, het is al gepland. We moeten door laten gaan. En we zijn er. En het moet kunnen. En misschien juist op deze dag moet dit gebeuren op Mungo. De dag waarop wij het vredestraktaat herdenken, getekend door al de Maron-stammen samen met de toenmalige kolonisator. En het is goed om aan te geven wat de communicatie was in die periode. Het was niks anders, Masra Abena, na Apenti Drong. Na Apenti Drong, de man met communiceer, na Apenti Drong werden mensen bij elkaar gehaald. En met Apenti Drong werd er dan regelmatig die kurtus gehouden. En als we vandaag hier het traktaat herdenken, we herdenken ook namelijk dat er vrede is gesloten, in eenheid is gesloten, en dat moeten we weer terugbrengen. Die eenheid tussen alle dorpen en alle dorpgemeenschappen. Maar we zijn nu naar een next level. En Telus hier ook aangegeven heeft, namelijk dat het bedrijf uiteindelijk na jaren uit die rode cijfers klimt en gaat naar die blauwe cijfers. En dat is wat we nodig hebben. Gezonde parastatale bedrijven. En ik ben trots als aandeelhouder dat Telesio deze ontwikkeling doormaakt. En ik feliciteer jullie allemaal met dit project. En hebben jullie allemaal een gezegende Maron Day. God bless you. Thank you. Het is een speciaal day. Omdat we op avancie aan Apenti Drong te werken voor communicatie. En aan tracé aan technologie. Voorste de biggest man voor bedoel naar Apenti Drong, maar door de jaren heen als aan kon ontwikkelen en nu aan controle, weet je, telefoon naar de sandati. Dus die unieke gebied, nou echt een speciaal route die omdat we membre de biggest man voor die betekenen vrede naar de bakara om het zo te noemen, toen der tijd. Naar het idee, als hem communicatie zijn, zijn de biggest man voor begebruik, akkoord in een more modern fase. En daarvoor zijn we Telesuur zeer erkentelijk aan minister, de directeur van Telesuur en ook de RVC. We hebben de launch of de kick-off van het project FTTH 3, fase 3. Het staat voor Fiber to the Home fase 3. Wij werken nu in de overige districten om ook Fiber to the Home aansluitingen te leveren. In fase 1 en 2 was de focus meer op Paramaribo en Wanica. Nou, verdere ontsluiting van digitale ontsluiting. Een van onze focusgebieden is reeds tijdens het Telesio Nationaal Breedband project geweest, Securing Our Digital Future. Die infrastructuur die we hier hebben is grotendeels niet van de standaard om te werken aan verdere digitale ontsluiting. Dus om die reden doen we dit. En dat zal ook betekenen dat elke Surinamer waar hij zich ook bevindt mee kan doen aan die digitale economie of die internet-economie zoals het ook bekend staat. Dank u wel, directeur. You're welcome.